Drie wethouders geven hier een presentatie over het programma Duurzaam. Wethouder Van Huffelen vroegen we of de acties die de gemeente als deel van het Rotterdam Climate Initiative doet niet in de vergetelheid zijn geraakt. Nou, dat hoop ik niet en ik denk ook niet dat dat zo is. Wat we gerealiseerd hebben in de afgelopen tijd, dat is natuurlijk ook wel zichtbaar in de stad. Hè. Deze drijvende bollen zijn daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, maar ook groene daken in de stad. Projecten op het gebied van energiebesparing in winkels en in woningen. Maar er moet nog veel meer gebeuren in de komende tijd en daar gaan we dan ook hard mee aan de slag. En in het programma hebben we 89 acties opgenomen, het zijn er echt heel veel. Om in de komende tijd te zorgen dat we die ambities die we hebben ook echt kunnen realiseren. Dus niet alleen maar mooie dromen neerschrijven, maar ook feitelijk hebben we aangegeven hoe we die kunnen gaan halen. Nou, een van de voorbeelden die de gemeente stelt is ook net als dit drijvend paviljoen een stad op het water. Kunt u er wat over vertellen? Het is een wijk op het water, want ik vind, we hebben heel veel water. En we hebben ook hiermee ook aangetoond dat je op het water kan bouwen, drijvend bouwen. Een voorbeeld ziet u hier gewoon liggen. En dat willen we dus, wil ik in ieder geval uitrollen en proberen of we daar een gebied van kunnen maken op het water. En Rijnhaven is daarbij in ieder geval bij uitstek voor geschikt. Waarom? Omdat je natuurlijk een hier grote oppervlakte hebt, 4,5 hectare, dat is best veel. Geen last van scheepvaart? Nee, want hier komen geen schepen meer, dat is de afspraak. Je kan hier dus een deel van het water, want je moet natuurlijk niet de totale Rijnhaven daarvoor gebruiken. Een deel zou je een goede wijk kunnen ontwikkelen. Wonen, werken, horecavoorziening, sport, zou je op het water kunnen realiseren. En ik denk dat het een prachtig concept gaat worden, tot in ieder geval een duurzaam concept. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die graag op het water willen wonen in Rotterdam. Is het haalbaar? Ik bedoel, we moeten rekening houden met riolering? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal technische uitwerking. Want ik bedoel, het is uniek voor Nederland dat je zoiets doet. We gaan wel starten met 13 woningen om dat uit te testen van hoe gaat dat? Hè? Hoe ga je met riolering om? Hoe ga je met je bekabeling om even heel simpel? Hoe zorg je ervoor dat je geen last hebt bij eb en vloed? Dus dat zijn allemaal dingen die wij dus gaan uitproberen komende tijd. En parallel daarop gaan we werken aan een gebiedsontwikkeling op het water. Een deel van Rijnhaven gaan we daarvoor gebruiken. Gebied van vervoer? Gaat de gemeente inzetten op bepaald vervoer? Ja, we gaan absoluut inzetten op het verduurzamen van ons eigen wagenpark. Dat betekent dat we overschakelen op elektrische auto's of soms hybride. Voor een deel hebben we er al mee geëxperimenteerd. Hè. Bijvoorbeeld de afval- of vuilophaalauto's zijn voor een deel elektrisch geworden. We hebben elektrische bussen. We werken al met hybride Toyota Priusen, dus maar dan met de plug-in variant. Dus met een grotere batterij die een groot stuk elektrisch rijdt. En we hebben elektrische scooters. Maar we gaan nog veel meer doen. We gaan zelf erop inzetten en we gaan vooral ook Rotterdammers stimuleren om over te stappen van een gewone auto naar een elektrische auto en van een gewone scooter naar een elektrische scooter. Hoe wil u dat verder aanpakken, het stimuleren en ook de infrastructuur daarvoor? Ja, we gaan de infrastructuur daarvoor realiseren in de komende tijd. We willen zorgen dat er zo'n 1000 oplaadpunten in de stad komen. We hebben ook een subsidieregeling voor als je thuis een oplaadpunt wil realiseren. Maar we gaan ook een sloopregeling inzetten voor scooters. Dus dan kun je je oude benzinescooter inleveren en dan kun je dan een nieuwe elektrische scooter van gaan kopen. En we willen ook wel zorgen dat je meer kennis kan maken met elektrisch vervoer, omdat voor heel veel mensen het nog iets heel onbekends is. En dat doen we door bij het Centraal Station een elektrisch vervoercentrum te realiseren. En daar kun je proefrijden met elektrische scooters en met elektrische auto's van allerlei soorten en maten, zodat je ook echt goed kunt zien hoe dat nou precies werkt. U zei dat Rotterdammer ook thuis een elektrisch oplaadpunt kan gaan maken of met subsidie van de gemeente? Ja, dat klopt. Als je een elektrische auto wil hebben, dan heb je een wat zwaarder oplaadpunt nodig, een wat zwaarder vermogen. En die kunt dat laten aanleggen en dan kun je bij ons een subsidie daarvoor krijgen en dan heb je feitelijk een gratis oplaadpunt. Nou, een van de andere initiatieven waar de gemeente aan begint om Rotterdam te verduurzamen is zwembaden verduurzamen. Dit gaat een hoop geld kosten, maar ook een hoop geld opleveren. Nou, leuke aan het gebeuren is dat het ons geen geld kost, maar geld oplevert. Want dat is het uitgangspunt. Wat daar gebeurt is dat wij dus, ook uniek in Nederland,
dat we een systeem hebben opgezet en daarmee ook aanbesteed hebben. En wat houdt dat in? We hebben 9 zwembaden gekoppeld en we hebben gezegd van als marktpartij in staat is om achterstallig onderhoud weg te werken, want er is heel veel achterstallig onderhoud bij de zwembaden, een kwaliteitsimpuls geeft, want de bewoner van deze stad wil gewoon kwalitatief goed zwemwater hebben en het ook duurzaam waakt. En dat betekent dus dat het ons aan het begin van het traject sowieso onderhoudskosten scheelt. Dat levert ons 1,4 miljoen op als stad. Wij hoeven dan niet te investeren in achterstallig onderhoud, want anders hadden we daar geld voor moeten reserveren. En ten derde is zo dat na 10 jaar krijgen wij alle investering terug naar de gemeente. Dus dan is het contractueel, hebben we dus geen binding meer met de marktpartij. En vanaf dat moment levert het ons heel veel energiebesparing op. Dus aan de andere kant investeren we niet, het levert nu geld op. De bewoners krijgen kwalitatief goed zwemwater terug, want daar gaat het uiteindelijk om. En na 10 jaar scheelt het ons heel veel energielasten.